Hey Bart Falkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie, deel 6, video nummer 66. Jouw animatie is klaar en je kan niet wachten om bam, op die rode knop te drukken en jouw animatie te renderen. Nou, is op het knopje renderen drukken heel eenvoudig, maar ho, er zit best wel veel instellingen nog achter om ervoor te zorgen, punt 1, dat jouw computer niet ontploft of gaat roken of dat het 20 dagen duurt voordat die. Einde klaar is met renderen en punt 2 dat er ook nog eens een keertje vet uitziet. Ten eerste, je moet kiezen voor Eevee of Cycles en in deze video alle instellingen voor Eevee renderen. Let's go. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel op geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Renderen is dus het proces. Van jouw Blender-project omzetten naar uh, plaatjes. Nou, uh, snel even laten zien. Ik heb hier de, de animatie van de tekening van mijn zoontje Chris in 3D gezet. En alles heeft beweging, heeft animatie. Alle camera-shots zijn gemaakt. Dat zie je hieronder in die tijdlijn, zie je alle markers. Dus uh, dit is gewoon de 3D view en dit is wat de camera ziet. Nou, en renderen betekent dus eigenlijk dit hele 3D uh, soortje omzetten naar gewoon een plaatje. Ik zeg gewoon een plaatje, want het is gewoon een plaatje. Blender maakt gewoon plaatjes. Je kan gewoon één stil, ja, noem je een stil image in het Engels, gewoon één plaatje renderen. Maar je kan er ook een heleboel achter elkaar... Renderen en dat levert natuurlijk een video op. En Blender kan gelijk die video maken of alle losse plaatjes. En al die losse plaatjes noem je een image sequence. En meer daarover in filmpje nummer 69 en in deze video kom je het ook al tegen. Maar goed, om dat plaatje te kunnen maken heb je een render engine nodig. En zoals je wel weet, als je mijn training een beetje gevolgd hebt, heeft Blender Eevee, Workbands en Cycles. Workbands, laat ik het lekker links liggen. Ik hoor er op YouTube ook nooit iemand over. <laughs> Geen idee. Um, Eevee en Cycles daarentegen wel. Nou, Eevee en Cycles is een enorm groot verschil. Kijk, als ik, het, uh, ik heb nu een uh, Eevee staan. En dan, dan ik even ctrl tap dan laat ik eventjes vol uh, schermen zien. En als bijvoorbeeld als ik deze uh, inzoom op dit vuur van deze straaljager. Oké, okay, het is vuur, er zit een beetje gloed omheen, bloem kom ik uh, zo op. Maar het ziet er wel oké okay uit, maar wacht eens eventjes tot ik ga switchen naar cycles en dan zul je zien dat de computer eventjes goed moet uh, nadenken, opnieuw moet rekenen. En je ziet ook heel veel ruis en hoe langer ik mijn computer de tijd geef om na te denken, hoe minder ruis. Op het moment dat ik hem weer beweeg, dan zie je veel meer ruis. Maar waar je ook ziet in en dat is heel erg vet. Is dat het licht van dit vuur dus schijnt op de achterkant van de straaljager. En ja, daar dus op schijnt en dus ook weerkaatst wordt. En hier ook nog een klein beetje en zo. En dat noem je bounce lighting. Dus dit vuur zendt licht uit. En dat licht dat weerkaatst realistisch op allerlei uh, objecten. En weer terug en heen en weer. Net zoals dat in de echte wereld ook is. Nou, een Eevee heeft dat dus uh, niet. Maar betekent dan dat Eevee heel slecht is? Zeker niet, want Eevee is super, super snel. Realtime of bijna realtime, maar wel dus iets minder realistisch. Ja, het is gewoon zoals het werkt. Maar gelukkig kun je in Eevee heel veel dingen aanzetten, zodat het er toch super vet Uitziet en dus ook goed genoeg is. Nou, al die dingen: nou, sampling, Emily inclusion, bloom, screenplay, reflection, shadow stuff, film, dingen, color management, output settings. <laughs> ja, daar ga ik in deze film laten zien. Ik ga jou stap voor stap meenemen welke dingen jij in Eevee moet zetten zodat je snel kan renderen en dat het toch super vet uitziet. Nou, als je na het kijken van deze video denkt, bah, dat ben ik allemaal weer vergeten, moet de hele video opnieuw kijken? Zeker niet. Check mijn Blenderboek, want daar staat het allemaal in. Kun je gewoon stap voor stap volgen. Dus, is Eevee goed? Zeker weten, Eevee is meer dan goed genoeg. En zo moet je in Eevee renderen. Het eerste wat je onder Eevee aantreft is sampling. En sampling wil eigenlijk zeggen hoe lang die over elke pixel gaat nadenken over wat voor een kleur dat moet worden. En dan kan je kiezen voor render en voor viewport. Nou, in de viewport is dus de instelling voor de viewport die je hier ziet. En de render is dus de uiteindelijke render. En meestal zet je die van de viewport wat lager en die van de render wat hoger. Dat betekent dat de viewport lekker een beetje soepel blijft en dat de render zet je wat hoger zodat je. Het beste kwaliteit krijgt. Kijk bij Cycles net zag je dus heel veel ruis en die ruis zie je ook wel een beetje bij Eevee, maar nauwelijks. Het is echt bijna in real time. En als ik die samples dus bewijzen van uh, op 1000 zet, dan gaat hij dus veel langer nadenken over die ruis. Nou, je zult bijna niet uh, zien, denk ik. Dus die viewport zet ik vaak op 32. En de render kan je op 64 zetten. Of misschien sterretje 2. Kijk, dat betekent dus 64 keer 2. En dan maak je er 128 van. Of keer 2, eh, 256. Het is allemaal een beetje afhankelijk van wat voor computer je hebt. En als ik nu gewoon op render druk. Dus hier bij render. Render image. Dan gaat hij heel even nadenken. En hoppakee, binnen 3 seconden heb ik hier dit uh, gerenderd. En. Uh, ja, supersnel. En nou met Cycles zou dat echt veel langer duren. Nou, 256 is best wel hoog en heb jij iets mindere fijne laptops, zet hem dan op 64 of 32 of iets dergelijks. Maar speel een beetje met die getallen. Hoe hoger, hoe mooier. Maar ja, je computer moet het wel een beetje aankunnen natuurlijk. Het volgende wat je aan moet zetten is ambient occlusion. En dat betekent eigenlijk ambient betekent de hele wereld. En occlusion betekent donker maken. En het houdt eigenlijk in dat als twee objecten bij elkaar komen, dat het daartussenin een beetje donker wordt. Zo op dit een vloer en objecten bovenop. Dat betekent dus dat het eh, een beetje donkerder wordt. En het is iets anders dan schaduw. Als een lamp ergens op schijnt, dan krijg je de achter schaduw. Oké, okay, dat snap je wel. Maar ambient occlusion betekent een soort van donker worden: daar waar objecten iets wat dichter bij elkaar zijn, dan is het daar wat donkerder. En ik weet even niet of ik dat zo goed in beeld kan brengen. Nee. Ja, hier zie je het verschil uh, wel. Ambient occlusion. Kijk, nu heb ik hem uit en nu heb ik hem aan. Het geeft dus een uh, wat realistischer uh, donkerte van objecten die wat dichter bij elkaar zitten. En dat is, uh, ja, je kan spelen met wat instellingen: distance factor, trace precision. Maar ik ga deze video niet heel uh, technisch maken. Zet het gewoon aan, want het is standaard vet. Ambient occlusion. Aanzetten. Next is Bloom. En die zit onder Ambient Occlusion. En uh, het vinkje aanzetten en wat settings. Wat doet Bloom nou eigenlijk? Dan moet je eens kijken naar de, het vuur van deze straaljager. Net bij Cycles had je echt bounce lighting en het zag er realistisch uit. Maar met Bloom kun je eigenlijk daarmee heel end eind wegkomen. Omdat het een soort vette gloed geeft om alles wat maar licht geeft. Uh, lampen, lichtgevende materialen, noem maar op. Alles wat een ex exposure heeft, dus een licht uitzend, krijg je dus een gloed omheen. En bij Threshold kan je dus kiezen van nou, hoeveel licht moet er zijn voordat hij daadwerkelijk die bloem gaat weergeven. En Radius is maar hoe ver moet die bloem komen. Hij stond nu best wel heel erg ver. Maar als je ziet hem heel smal zitten. Dan krijg je dus een heel klein beetje bloem eromheen. En Intensity wil zeggen hoe uh, fel moet die bloem uh, dus uh, worden. Je kan nog een kleurtje geven en klemp uh, ik is iets anders. Nou, met bloem kun je dus heel erg vette gloed geven. Dus speel daar een beetje mee. Zorg ervoor dat het er vet uitziet. En dan heb je die hele ray tracing van cycles niet nodig, joh. Nee, bloem is echt essentieel. Want het geeft gewoon net een beetje extra gloed aan dingen die je licht geven. Zonder dat het enorm veel rekenkracht kost. Dus bloem aanzetten. En de volgende waar we het eventjes over moeten hebben is Screen Space Reflections. Die vind je hier zo en het is ook weer zo'n vinkje wat je aan en uit kan zetten en moet je kijken wat het doet. Tadaa. Ja, klopt. Ik heb eventjes een doorzichtige bol in mijn scène gegooid om goed te kunnen demonstreren wat er nou eigenlijk aan de hand is. Waarom Screen Space Reflections? Ja, eigenlijk gewoon aan moet zetten, maar vooral wat het doet. Kijk, als ik naar Solid View ga, dan zie je dat het gewoon een Ico-sfeer is. Het is gewoon een bol en die is uh, super opgedeeld, zodat hij heel erg smooth is. Dus totaal niet een low poly dus, als de rest van de animatie. In Material Preview dan zie je hier opeens een, uh, dat hij een bos uh, reflecteert. En hoe komt dat? Omdat hier natuurlijk gewoon die Preview HDRI's zitten. Oké. Okay. En hier in Rendered View gebruiken we niet echt een HDRI, maar gewoon die uh, gradient in de wereld van uh, blauw naar nou, wat lichter blauw. Hoe dan ook, moet je kijken. Het lijkt wel een soort vergrootglas. En dat is dus, nou, je kijkt er doorheen en Blender EV berekent dus hoe dat uh, ja, met echt glas ook zou gaan. En dat doet hij pas als jij Screen Space Reflections aan hebt staan. En hier nog wat uh, instellingen waar ik nu niet heel erg... Uh, over, moeilijk over gaat doen. Het, uh, we houden het een beetje simpel. Maar wat ook heel belangrijk is, wat je wel echt moet weten, is dat je dat ook moet aanzetten in het materialen-tab van dit object. Nou, dit is dus hier gewoon een bol en ik heb een materiaal uh, glas gegeven. Nou, hier heb je trouwens toch even snel wat, wat settings die interessant zijn. Je hebt de Index of Refraction. En daarmee geef je eigenlijk aan van... ...hé, hey, dit materiaal, hoeveel moet hij dat licht buigen? En krijg je dus dat uh, vergrootglas effect. Dan heb je hier nog Transmission. Dat wil eigenlijk zeggen, nou, bij 0 is hij dus totaal niet glasdoorzichtig. En bij 1 dus helemaal wel en alles ertussenin. En trouwens, meer over lichtgevende en doorzichtige materialen... ...in de film even spieken, nummer 46. Dus wil je daar meer over weten, kijk. Film nummer 46. En dan weet je ook, als je die film hebt gekeken, dat je hier Alpha Hash aan moet zetten voor Blend Mode en Shadow Mode. Zet hem op Alpha Hash, Alpha Hash. Dan heb je meer kans dat het echt werkt. Ja, soms is werken met uh, glasmaterialen best wel een uitdaging, Blend, omdat je dat wat meer technische settings en shizzle moet doen. Maar hé, uh, hey, het ziet er wel heel erg vet uit. Oh ja, en wat je dus aan moet zetten, wat heel belangrijk is, daar had ik het eigenlijk net over, is hier vind je ook een vinkje voor Screen Space Ref. Fraction. Dus zet die ook aan en waarom niet subsurface translucency die zet die ook aan is een ander verhaal subsurface maar anyways vooral die van screen space reflection zo en dan zie je dus als ik die uitzet dan doet hij dat niet dus in de materialen aanzetten en in de render settings van EV ook aanzetten als jij heel erg gaat werken of met glasachtige materialen dan moet je dat dus aanzetten want anders zal hij dat niet doen. En je kan het sowieso aanzetten, ook al heb je helemaal geen glas of wat dan ook in jouw scène zitten, zet het gewoon aan, want je weet maar nooit. En de volgende is shadows, en die vind je hier dus: shadows. En uh, als je shadows openklapt, vind je hier ook twee vinkjes. En het enige advies wat ik kan geven is. Zet ze aan. Die wil je aanzetten. Maar even een mini kleine, super snelle demo over wat het eigenlijk doet. Dus Shift A mesh. vroeg ik even een vlak toe. Een plane. Waarom doe ik dat? Want dan kun je eventjes wat beter de schaduw zien. Anders vallen die schaduw op een doorzichtige zee. Dan zie je het niet zo goed. Maar ik heb hier bijvoorbeeld de schaduw van uh, die straaljaarvleugel zo. Als je soft shadows uitzet, uh, dan wordt het een veel hardere uh, schaduw. En zeker als ik zo een beetje heb ingezoomd, dan zie je ook gewoon echt van die lelijke. Jacket blokjes uh, zeg maar, het is niet zo mooi. En met soft shadows krijg je dus een zachtere schaduw. Op momenten, het, dus ik het beweeg zeg maar, en ik laat hem los, dan gaat IV heel snel even nadenken om daar mooie softe schaduwen van te maken. Dus soft shadows zou ik ook zeker aanzetten en high bit depth ook. En wat je hier ook ziet is cube size, cascade size. En ja, hoe hoger de pixels, hoe mooier de schaduw eigenlijk, maar hoe langer het toch zal duren. Voordat het plaatje gerenderd wordt. Dus uh, speel daar een beetje mee. Maar 1024 is over het algemeen wel goed. En uh, als je het aandurft, zet hem dan hoger. En dan krijg je gewoon softere, mooiere, zachtere, realistische schaduws. Maar soft shadows, mijn advies, gewoon aanzetten. En de volgende is uh, film. Hier kun je weer opklappen. En uh, vind je filtershuis transparent en overscan. Eerst maar even over transparent. Nou, dan mag je zelf kiezen of je die aanzet of niet, maar wat is het eigenlijk? Je bent het ook al eerder tegengekomen, maar het betekent dat hij dus niet de achtergrond rendert, maar die dus transparant, oftewel doorzichtig houdt. Kijk maar, als ik hem uitzet, dan zie je dus die blauwe wereldgradient. En als ik transparant aanvink, dan zie je al die vakjes. En die vakjes zeggen eigenlijk van het is transparant. Kijk, als ik hem eventjes uitzet, niet transparant render image. En eventjes drie seconden wacht. Dan heb ik hier dus het gerenderde plaatje met een blauwe achtergrond. Maar wat ook dus kan, je kan transparent aanzetten. Render. Render image. En dan gaat hij dus die achtergrond niet renderen. En heb je dus je gerenderde plaatje met een doorzichtige achtergrond. En die kun je dus bijvoorbeeld uh, over uh, alles en nog wat gooien. Wat je maar wil. Super handig trucje om eventjes te weten. En de volgende is overscan. Je vindt onder uh, transparent. Als dus je die aan- of uitklikt, dan, uh, ja, dan gebeurt er eigenlijk. Niet zoveel lijkt het, maar toch ook weer wel. Het is een detail, het is een detail. Wat is het dan? Ik laat het je even zien. Nou, ik leg het vooruit, ik kan niet zo goed laten zien, maar geloof me maar. Nou, in ieder geval, dit is het plaatje wat Blender dus rendert, zeg maar. En met overscan. wat hij dan doet, is dan gaat hij gaat een klein randje buiten dat kader, zeg maar, ook renderen. Dat zie je niet, die informatie slaat hij op in zijn uh, VRAM op je grafische kaart of zo, whatever. Dat slaat hij gewoon ergens op en die informatie gebruikt hij... Om dingen aan de rand van je kader. Dus aan de rand van het uh, gele kader, zeg maar, goed weer te geven. Met name schaduwen. Die kunnen aan de rand van je plaatje een beetje weird worden. En dus gebruikt hij dus die informatie van daarbuiten. Van groen. Dus om uh, dingen aan de rand van geel goed te renderen. Nou, anyways, sla, uh, bedoel, zet gewoon aan. Overscan. Dan doet hij dus zo'n randje erbuiten. En dan weet je zeker dat het er binnen allemaal goed zit. Overscan aanzetten dus en dan moeten we iets hebben over de color management helemaal onderaan in de lijst vind je hier color management en god daar kun je ook best wel ingewikkeld over doen heeft ermee te maken op welke manier blender of je computer gebruikt om de kleuren te berekenen want je denkt groen blauw en geel het is toch gewoon wat het is nou daar zit echt ongelooflijk veel techniek achter nou um, dit moet je even weten Film, filmic is standaard bij view Transform staat die standaard op filmic Vroeger had je nog andere en toen op een gegeven moment, ja, Blender ontwikkeld zich en dan kreeg je Filmic en dan was iedereen, Jee, Filmic, supermooi. En nu is Blender 4.0 uitgekomen en dan heb je een andere en dat is AGX. Nu is iedereen, jee AGX. <laughs> Nou, wat het verschil is bij AGX, het, het lijkt alsof de kleuren zeg maar wat, wat vlakker worden. Maar wat ik ervan begrijp, is dat als je dus um, heel veel uh, licht en donker hebt, zeg maar, dat bij AGX de informatie in hele lichte of hele donkere dingen beter wordt bewaard en uh, weergegeven. Hij kan gewoon beter omgaan met hele lichte en donkere shizzle, zeg maar. Nou, dan is het wel een beetje washed out, zeg maar. De kleuren zijn niet meer zo fel. En hier bij Look kun je er iets aan doen, want bij Look, hier zo... Vind je een heel lijstje van uh, non tot punchy, grayscale, very high contrast en uh, andere contrastvormen. Kijk, bij uh, punchy is het wel heel erg uh, kleurrijk. Of wat dacht je van uh, grijs, oftewel gewoon zwart-wit. Maar meestal is mijn advies: ga ergens in het midden zitten, medium high contrast. Dan heb je nog wel uh, wat meer contrast in je beeld, maar ook weer niet zo heel erg overdreven. Want als je hem heel erg overdreven doet, very high, dan is het ook een beetje overdreven. Dus medium high contrast. Dus um, AGX is mijn advies. Look medium high contrast. En je kan nog even een beetje spelen met, uh, nou, een beetje heel erg spelen met de exposure en uh, de gamma. En hier kan je zeggen: mijn vinkje aanzetten bij Use uh, Curve. En dan krijg je hier zo'n uh, curve, curve, zeg maar. En dan kun je hier ook nog weer verder uh, kleuren en eventueel aanpassen en zo. Nou, mijn advies is: doe dat vooral niet. Laat die Use Curves gewoon lekker uit. Zet hem gewoon op AGX, Medium High Contrast en Exposure. En Gamma Setting gewoon op standaard. Waarom? Nou, want dan kun je later in je videobewerkingsprogramma. Uh, als je deze video echt uh, nog verder een beetje gaat nabewerken. dan de kleuren echt goed krijgen zoals je ze wil hebben. En als je ze al heel erg uh, verzadigd uit Blender. Herhaalt zeg maar dan kun je dat later moeilijk nog een beetje aanpassen. Maar als je het gewoon een beetje standaard doet, dan kun je dat later beslissen. Eén, is het nog nodig? En twee, het lukt ook nog. Want de renders zijn gewoon nog een beetje vlakker. En dan kun je later wel kijken wat er dan nog echt nodig is. En meer erover in film nummer 71 van deel 7: animatie afmaken over kleurcorrectie. En de volgende zit niet bij Render tab, maar bij de Object Data Properties van je lampen. Nou, ik heb hier een poppetje die oh, door de lucht heen zweeft. En met G heb ik hier een lampje opgezet, omdat dit poppetje gewoon een beetje donker was. Dus ik, nou, ik zet er gewoon een lampje op, dan kon je dat, was dit shot zeg maar wat, wat mooier. Nou, deze lamp, lamp bij man ik val, <laughs> heb ik eventjes nu geselecteerd. En betekent dus dat ik hier dus een lampje krijg in object data properties. En hier onder schaduw heb ik het vinkje aangezet van schaduw. Want ja, deze lamp moet schaduw genereren. Maar we hebben nog een ander soort schaduw, zeg maar. Dat is contact shadow. En als ik deze uitzet, dan zie je dus het verschil. Kijk, deze mond zit op zijn uh, hoofd geplakt. En als ik dat contact shadow aanzet, dan krijg je hier dus een mooie softe shadow die er wel heel erg veel uitziet. Lijkt een beetje op ambient inclusion. Maar als die er niet is, ja dan krijg je heel strak en een beetje saai. En hier bij die oogjes, zeg maar, zie je die oogjes zitten dus op. Uh, het hoofd geplakt, dat zijn gewoon planes. En daarachter zie je dus een klein beetje schaduw. Bij distance kan je bijvoorbeeld op nul zetten. En dan zegt hij van, nou, ik doe het helemaal niet. En dan bij dingen die verder van elkaar weg zijn, zal hij dus die contact schaduwen laten zien. Dus eigenlijk, lang verhaal kort. Vaak, nou, ik zou niet weten waarom niet, zet gewoon die contact shadows aan. Want dat geeft wel een mooi effect. En als je dat allemaal dus hebt gefikt, is het tijd om naar het dit tabblad te gaan, namelijk de Output Properties. En hier vind je ze, de Output Properties. En hier vind je bij Format het volgende, namelijk resolutie X, Y en het percentage. En resolutie X en Y heb je al ingesteld bij animatie uh, voorbereiden, dus de technische kanten van. En nou ja, uh, hier heb je dus, heb ik dus ingesteld op standaard uh, HD zeg maar, maar je kan hem ook uh, hier keer 2 doen. En hier en dan keer 2 en dan als ik een beetje zo doe, dan lijkt hier aan het kader niks veranderd. Maar hij zal dan niet hd pixels berekenen, maar 4K. Dat betekent dus 308, 3840 pixels in deze richting en. 2160 pixels in deze uh, richting. En dan heb je hier ook nog percentage. En als ik daaraan ga sliden, dan zie ik geen verschil. Maar dat is puur gewoon kwaliteitspercentage. Ik kan hem op 50 zetten. Dan doet hij nog steeds hetzelfde aantal pixels, maar op de helft van de kwaliteit. Je kan zelfs meer dan 100 doen. Bijvoorbeeld 200. En dan krijg je dus twee keer zulke hoge Kwaliteit. Dus eh, zorg als het goed is, heb je het al eh, over nagedacht over in welke resolutie je film wilt renderen. Maar check het nog eventjes, 4K HD. Of je kan er bewijzen van ook euh, eh, iets vierkant van maken. Eh, het is aan jou wat je maar wil. En een hele belangrijke, be, belangrijke, belangrijke is frame rate. Heb je al goed al over nagedacht? Nou, als je hem nu gaat veranderen terwijl je je hele animatie gemaakt hebt, dan gaat hij opeens twee keer zo snel of twee keer zo langzaam uh, lopen, natuurlijk. Maar um, in mijn uiteindelijke animatie van deze tekening, in 3D, heb ik voor 50 frames per seconde gekozen. Gewoon omdat ik het leuk vind. Maar hey, 25 frames per seconde is ook helemaal prima. En dat scheelt je dus de helft minder rendertijd. Het is maar dat je het weet. Dan hier, frame range, ook heel belangrijk. Namelijk, wanneer start je animatie en wanneer eindigt die? Nou, bij mij startte die bij 1 en op het eind heb ik op 7300 gezet. Nou, dat kan je dus uh, hier instellen. En dat kan dus ook, ik uh, even zo doen, ook hier aan deze kant vind je dezelfde start en Eind. All right. Dus zorg voor dat je dat goed instelt. Want dat is het gedeelte wat Blender daadwerkelijk zal gaan uh, renderen. Nou, reken maar eventjes mee. 7.320. Frames gedeeld door 50. Waarom 50? 50 frames per seconde. Dus 7300 gedeeld door 50 levert mijn animatie op van 146 seconden. Gedeeld door 60 is dus 2,4 minuten. Dus mijn animatie duurt 2,4 minuten. Nou, handig om eventjes te weten. En wat ook handig is om te weten, hoe lang duurt dat dan? Om te gaan renderen. Nou, ik doe eerst eventjes render. En dan render image. Dus alleen dit frame, één frame, ga ik eventjes renderen. Om te testen. En dan zie ik hierboven een aantal uh, getalletjes staan. Frame uh, 0 is in dit geval time. 000 2,45. Dus dit frame renderen duurde op mijn systeem 2,45 uh, seconden. Oké. Okay. Nou pak ik de rekenmachine weer even bij. Heb ik hem weggehaald? Oké. Okay. Nou, stel je voor, dus die 7. 1300 frames uh, keer, nou uh, iets ietsje ruimer, 2,5 seconden, kom je uit op 18.250 seconden. Ja, gedeeld door 60 is 304 minuten. Gedeeld door 60 is dus ongeveer 5 uur. Nou, en als je denkt: wat? Vijf uren om deze animatie van ongeveer 2,5 minuten te renderen. Ja, dat is een heleboel. Maar wacht maar tot je dit met cycles uh, gaat doen. Dan ben je nog veel langer bezig. Maar dat is gewoon wat het is. Renderen kost best veel computerkracht. En daar zul je dus even op moeten wachten. Dus uh, zet je computer een keertje s'nachts aan. En de volgende ochtend, uh, in dit geval, is die echt wel klaar. En heb jij een hele dikke, vette animatie uit Blender gehaald? En dan, als laatste, maar niet geheel onbelangrijk, als Blender jouw uh, hele animatie gaat renderen, waar en hoe zet hij dat dan neer? Hele belangrijke instelling, en in die vind je hier bij de output. Bij de output settings, output, waar moet het output worden? Nou, eerst eens even over de file format, over hoe Blender jouw animatie gaat renderen. Dat kan op. Uh, twee manieren, namelijk image en als movie. En als image heb je hier twee rijtjes opties, en als movie maar uh, vier. Nou, er is een groot verschil tussen een plaatje en een filmpje natuurlijk. Namelijk, een filmpje kun je. Ik kan die meer op FF per video zetten. En dan druk ik op renderen. En dan komt er dus een video gelijk uit Blender. Maar we hebben net gezien dat renderen best wel lang kan duren. Gaat je computer opeens radoen. doen? Doet hij een update? Valt de stroom uit? Of wat dan ook? Dan heeft hij dus een corrupt videobestand gemaakt. Waar je eigenlijk niks meer mee kan. En dat is heel erg jammer. Stel je voor, je hebt uren gewacht om te renderen. Er gebeurt iets, iets crasht en bam. Het is helemaal voor niks geweest. Beter, het kan dus wel direct een video er, uh, eruit halen, maar beter ga je aan de slag met Image Sequences. En wat hij dan doet, is dan gaat hij elk frame apart opslaan als plaatje. En al die plaatjes zet je later in je Video Editor achter elkaar tot één video. En dat ga ik je laten zien in Video 69, werken met Image Sequences. Dus. In dit geval, mijn animatie duurde 7300 frames. Dat betekent ook dat Blender 7300 plaatjes uh, maakt. Wow, dat zijn heel wat plaatjes achter elkaar. Maar niet schrikken. Het, daar kun je best wel handig eventjes uh, mee werken. Komt goed. In filmpje nummer 69 laat ik dat zien. Nou, en wat voor. Bestandsformaat gaat hij dan die plaatjes maken. Dat kan je hier kiezen. Twee rijtjes. Er zijn heel veel verschillende soorten bestandsformaten voor plaatjes. BNP ken je eh, PNG, dus met transparante informatie zelfs, dus of JPEG of OpenEXR. Nou, wat als je dus heel erg wat meer professioneel bezig wil gaan met eh, nabewerking en kleurcorrectie en dat soort dingen, is OpenEXR een goede optie. Maar ik nou, kies eigenlijk altijd voor PNG. Waarom? Want bij PNG, ja, zwart-wit spreken we zich, rood-groen-blauw spreken we zich, heb je RGBA. In A staat voor transparant. Weet je nog, als ik bij een film bijvoorbeeld die transparante achtergrond aan heb gezet, dan moet ik dus ook hier bij de output kiezen voor PNG met RGBA, zodat je die transformatie ook daadwerkelijk in die plaatjes opslaat. Nou. En stel je voor, ik wil dat niet. Dan kun je hem gewoon op RGB zetten. Nou, waar komen al die plaatjes dan terecht? Nou, dat kun je zelf kiezen. Hier bij Output vind je daar het mapje. En als je daarop klikt, dan kom je in je Blender verkennen, zeg maar, terecht. En hier zie je, hij komt automatisch in een mapje terecht. Waar ik eerder iets gerend heb. En hier zie je al die plaatjes achter elkaar. En het zijn er echt heel veel. Elk frame is één plaatje, maar komt goed. Wat je moet doen, dus, is eventjes een nieuwe map aanmaken. En daarin komen al die plaatjes terecht. Want je wil wel een map. Waar geen andere shizzle in zit, maar alleen de nieuwe plaatjes in terechtkomen. Hier op plusje kun je een nieuwe map maken. Dan zeg je: mijn Epic Final Render. We <laughs> geeft er een naam aan. Dan doe je dubbelklik. Dat is dus de lege nieuwe map die ik net heb aangemaakt. Dan doe je accept. En dan zie je dus dat die. Um hier zo dit, uh, die file path uh, heeft staan, dus alle 7300 plaatjes zullen dan in die map uh, terechtkomen, en daarmee kun je dus aan de slag. Mocht Blender, dus tijdens het renderen, crash of wat dan ook gebeuren, dan kun je altijd gewoon weer verder gaan met waar die uh, tot waar je gebleven was. Dus dan kun je je startpunt aanpassen, bijvoorbeeld bij uh, frame 1500 361, uh, crash die, die, zeg maar, en dan kun je vanaf daar weer uh, verder. Oké. Okay. En als je dat dus allemaal goed hebt ingesteld, dan is het tijd om hierboven op die grote mega rode knop te drukken. Render animation. Nou, dit is geen grote mega rode knop. Het is gewoon, uh, gewoon een. File, minuutje. Render. Vind je hier Render Image en Render Animation. Images voor gewoon een single frame. En hier Render Animation. Dus voor de hele animatie. Ctrl F12. Nou, die heb ik nooit gebruikt. Maar het kan wel. En hier krijg je dan een uh, nieuw schermpje. En dan gaat Blender en je computer misschien heel hard blazen. Want dan gaat hij dus aan de slag met het renderen van alle frames. En moet je kijken. Hier zit ik in Windows Verkenner. En hier zie je dus al die gerenderde plaatjes tevoorschijn komen. 0000. 001, 002, 003, 004 enzovoort. Ze geeft dus aan elke frame een nieuw nummer. En dat is wel key, want daarmee kun je de later van deze image sequence, zoals het heet, daadwerkelijk een video maken. Ik herhaal video 69 ga ik laten zien hoe je dat doet. Maar om de 2,5 seconden komt er een nieuw plaatje. En dit gaat dan zo'n uh, 5 uur lang door, totdat hij 7300 plaatjes heeft gerenderd. Um, kan je na gaan zitten kijken? Zou ik vooral niet aanraden. Zet het gewoon bijvoorbeeld een keertje s'nachts aan. En de volgende ochtend, bam, heb jij een hele dikke vet animatie gemaakt. In Blender, nogmaals, als die crest, kun je dus weer verder met waar je gebleven bent. En als je dat gelijk als video had gerenderd, eh, is maar de vraag of dat dan weer goed komt. Alright, door naar de volgende video. Oh nee, wacht eventjes. Ik moet nog één ding vertellen voordat ik het vergeet. Wacht, wacht. Namelijk. Um, er is iets nieuws op komst, namelijk EV Next. Wat? EV Next? Ja, klopt. Blender blijft zich ontwikkelen. En EV ook. En we hadden het net al over dus in het begin van deze video, dat EV kent geen ray tracing. Waarbij het ja, vuur dus heel mooi op de achterkant van de straaljager schijnt. Door al die stuiterende mooie lichtstraaltjes. Nou, EV is een real-time engine. En toch hebben ze. Bij EVNext Next ervoor, uh, voor een of andere manier voor elkaar gekregen. Dat je dus die bounce lighting wel een beetje kan. Oftewel ray tracing bounce lighting. is Een beetje hetzelfde. En het heeft natuurlijk te maken met horizon scan. Bla, bla, bla. Het zou uitkomen deze maand. Maart 2020. 24, maar ze hebben het uitgesteld tot versie Blender 4.2 LTS. En LTS staat voor Long Term Support. Sommige Blender versies gaan ze dus ook al zijn er alweer nieuwere versies van Blender uitgekomen, toch achteraf supporten vanuit de Blender Foundation. Lekker bezig. En dat is vooral belangrijk voor um, animatiestudio's die heel erg werken met een bepaalde versie van Blender. Nou, maakt niet uit. Maar er komt op neer, hier moet je kijken. Ik heb twee plaatjes. Eentje in Cycles en eentje in Eevee. Die heb ik niet gemaakt, maar dat is van YouTuber Saden Shoddy, als ik het goed zeg. Hij maakt hele vette plaatjes. En in deze video, en de link hieronder in de beschrijving, vertelt hij dus over Eevee Next. Dan moet je kijken. Zoek de tien verschillen. Nou, ik zie ze niet. Het lijkt best wel heel uh, veel op elkaar. Dus Eevee Next is een nieuwe render engine van Eevee die dus ja, nou waarschijnlijk nogal in 2024 of zo in Blender terecht zal komen met wat andere instellingen waaronder dus ray tracing. Dus dan Eevee gebruiken en instellen om te gaan renderen Dat zal weer een beetje nieuw zijn. Maar goed, zodra die er is, ga ik een nieuwe video maken en dan zet ik hem in de lijst. Maar voor nu, druk op de Eevee knop render je film. Of Hey, durf jij het aan? Heb je een beetje een goede GPU? <laughs> ga dan aan de slag met renderen in cycles. En dat ga ik je allemaal laten zien in de volgende video. Ik zie je daar. Maak iets.